Ja, want het is wel fijn dat u er allemaal weer bent op deze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Maar voor mij is dat altijd weer spannend. Ik zal het maar eerlijk zeggen. Het is ook spannend om bij het nieuwe jaar weer iedereen toe te spreken. En ik zeg al net tegen Mike ook, het is een van die weinige momenten waar je als burgemeester echt mag zeggen wat je vindt. En dat ga ik dan vandaag ook proberen te doen. En het mooie is met het thema vandaag, mensen van Veldhoven, en waar we het eigenlijk allemaal voor doen, elke dag, met z'n allen, is eigenlijk voor die 44.758 Veldhovenaren. Want dat was het aantal van vanochtend. Dus we hebben er nog 250 nodig om volgend jaar 2 extra raadsleden te krijgen. Dat vereist wel dat dat dan gebeurt voor 1 september. Dus u kunt nu of heel vlug naar huis. Of er is al work in progress, om maar zo maar te zeggen. Maar ik ben benieuwd. Die 45.000 die gaan we in 2017 gewoon halen. En dat is wel een mooi getal om daarmee 2017 ook te starten. Ik zei al 44.758 Veldhovenaren. En allemaal Veldhovenaren met passie, met verwachtingen, met dromen, met angsten en zorgen, met tevredenheid en natuurlijk ook met ontevredenheid. En Veldhovenaren allemaal met een eigen verhaal. Een verhaal dat waard is om verteld te worden. En als je elke dag voor al die Veldhovenaren mag werken, is het goed om te weten wat deze mensen van Veldhoven beweegt. En zo ontstond, en dat hebben we net ook al gehoord van Leon Buschops, het idee voor de Facebookpagina Mensen van Veldhoven. Elke dag een verhaal, 565 mensen inmiddels. En we zijn 19 maanden verder en elke dag kijken er ruim 4000, 5000 mensen per dag naar die verhalen van die mensen van Veldhoven. En ze kijken natuurlijk eerst naar de foto. En die foto's die zeggen al heel veel. En die foto's hebt u ook vandaag al een beetje gezien op het grote scherm. Maar nog meer leer je van het verhaal dat erbij staat. En zelf kreeg ik soms een brok in mijn keel van de vele persoonlijke zaken die werden verteld en de verhalen die schuil gingen en gaan achter de vele mensen van Veldhoven. Zo'n moment van persoonlijke aandacht en het lezen over de mensen van Veldhoven op Facebook staat naar mijn mening in schril contrast met wat we elke dag zien op tv of soms lezen in de krant of op social media. Het lijkt wel of we in een tijd leven waarin we snel oordelen, beoordelen en veroordelen. De vluchtige mening lijkt soms belangrijker dan het verhaal dat erachter schuil ging. En degene die de mening geeft, is die mening kwijt. Maar degene over wie de mening gaat, die zit er vaak veel langer mee. Ik hoorde pas geleden een zin die me bij is gebleven. We leven gelukkig in een land waar je het recht hebt om te zeggen wat je vindt, maar je hebt daarnaast ook de plicht om na te denken over wat je zegt. Het hebben van een oordeel over een ander of bij problemen snel een oplossing willen geven en soms te snel, lijkt soms mooi. Ik heb echter het idee dat we de betekenis van wat samenleven inhoudt soms een beetje vergeten zijn. Een voorbeeld dat me het afgelopen jaar trof was de situatie met de treitervloggers in Zaandam. Er kwam een discussie op gang over standpunten en oplossingen die snel bedacht werden, zoals een roep om cameratoezicht, samenscholingsverboden, zelfs avondklokken. En ik stelde mezelf toen de vraag, zou ik willen wonen in een wijk waar dit soort oplossingen nodig lijken te zijn? En het antwoord is simpel, nee. Want we willen toch allemaal wonen in een wijk waar je met elkaar kunt samenleven, het gesprek met elkaar aangaat en met elkaar dromen, verwachtingen, maar ook angsten kunt delen. En helpen de snel genoemde oplossingen, zoals de cameratoezicht en samenscholingsverboden, wel bij die oplossing van het creëren van de wijk die we echt willen hebben. Of maken ze juist dat doel nog verder onhaalbaar. Het afgelopen jaar heb ik gelukkig weer mee mogen maken hoe goed het is dat we blijven investeren in elkaar. En dit moeten we dan ook echt vasthouden. Samen vormen wij de mensen van Veldhoven. Samen vormen wij onze straten, onze wijken en onze gemeenten. En dat investeren in elkaar en waar dat toe kan leiden, heb ik het afgelopen jaar onder andere mogen ervaren bij de huisvesting van zowel vluchtelingen als statushouders. De tijdelijke huisvesting bij de Buitenjaan begin dit jaar is ondanks de omstandigheden, en ik heb het u volgens mij al een keer verteld, tenten, het koude weer, goed verlopen. Het was wel spannend bij de discussie over de huisvesting van de statushouders het afgelopen jaar. Als gemeente kregen we de taak om in 2016 131 statushouders te huisvesten. En deze taak hebben we voltooid. Maar dat geeft wel extra druk op de sociale huisvesting voor alle die daar gebruik van willen maken.
De noodzaak om tijdelijke huisvesting te realiseren voor urgente, waaronder statushouders, blijft dus in 2017 onvermiddeld van belang. En deze ambitie zorgde dit afgelopen jaar helaas voor onduidelijkheid en emotie in onze gemeenschap. Emoties van angst, van boosheid en van onzekerheid. Maar ook van de bereidheid om iets voor elkaar te betekenen. Door echt te luisteren naar elkaar hebben we elkaar beter begrepen en plannen op elkaar af kunnen stemmen. En op een avond over tijdelijke huisvesting deed Hanifa Rasouli, gevlucht uit Afghanistan, haar verhaal. En hoe mooi is het dan dat mensen zich spontaan melden om haar en anderen te helpen om van Veldhoven een nieuw thuis te maken. Of het verhaal van de familie Kalaji, die op de pagina Mensen van Veldhoven vertelde over hun ontwikkeling van vluchteling uit Syrië naar het ondernemerschap met een foodcorner genaamd Alep in de nieuwe markthal in de Kromstraat. Of het verhaal dat op 27 november op de Facebookpagina verscheen van Danny Kreet, ook afkomstig uit Syrië, die als afgestudeerd computerengineer een werkervaringsplaats kreeg bij het Maxima Medisch Centrum en nu al een betaalde baan heeft bij een ICT-dienstverlener. Het begrip statushouder klinkt anoniem. Maar als het gaat om Hanifa, de familie Kalaji of Danny, dan krijgen ze een gezicht, een verhaal en zijn ten een keer mensen van Veldhoven. De gezamenlijke benadering, het echte gesprek aangaan, dat legt een waar fundament voor het bouwen van relaties om echt samen te leven. En die werkwijze brengt ook creativiteit, innovatie en echte oplossingen. Zo hebben we net het verhaal gehoord van Rob van der Horst over de Run 2000 en de Run 4000. Waar hij met ondernemers, samen met het ondernemerscontact en de gemeente, elkaar het gesprek aangaan ten behoeve van de revitalisering van dit visitekaartje van Veldhoven en eigenlijk ook van Brainport. Door verder te kijken dan alleen het eigen belang, kunnen we een blijvende verandering tot stand brengen in het hele gebied. Buren zijn niet langer belemmeringen, maar juist partners met wie je kansen kunt grijpen. En in 2016 gingen we met heel veel partijen in gesprek. Of het nu ging over het centrumplan, de woonvisie, de nota Veldhoven beweegt, Veldhoven aan tafel of de evaluatie van de kermis in Zilst. En goed dat we dat samen hebben kunnen doen. En het is goed te merken dat we samenwerken aan een goed beleid voor al die mensen van Veldhoven. Een dossier dat in 2016 de politiek veel heeft beziggehouden is natuurlijk de toekomst van het zwembad. Een genomen besluit met veel consequenties waar eigenlijk niemand echt gelukkig mee was. Maar door opnieuw het gesprek met elkaar aan te gaan vanuit het zwembad, de verenigingen, de gebruikers en de gemeente, ben ik ervan overtuigd dat we er komend jaar in slagen om samen tot een duurzame oplossing te komen voor een zwembad in Veldhoven. In 2018 zijn er verkiezingen. In Nederland gemeenteraadsverkiezingen. En bepalen de mensen van Veldhoven wie zij in een nieuwe gemeenteraad verkiezen. Ik hoop en heb de verwachting dat onze Veldhovense politici niet alleen roepen om daarmee een kop in de krant te krijgen. Onze politici kennende willen ze juist het gesprek aangaan met de mensen van Veldhoven. Nieuwsgierig zijn en op basis van echte gesprekken hun dromen samen met en voor Veldhoven realiseren. Dat is naar mijn mening pas echte democratie. Niet een mandaat van één keer per vier jaar, maar het continue gesprek, de continue relatie aangaan om daarmee samen met Veldhovenaren te blijven werken aan een mooie dynamische gemeente met ruimte en kansen voor alle mensen van Veldhoven. Ik kan het natuurlijk niet laten om vandaag iets te zeggen over de bestuurlijke situatie en de bestuurlijke toekomst van onze regio. Ik lees ook de krant over Sonnenbreugel, Nuenen en een mogelijke fusie of een herindeling met Eindhoven of de toekomst van de Kempengemeente die mogelijk samen een huwelijk aangaan. Dat is naar mijn mening allemaal aan die gemeente zelf en niet aan ons om daarover te oordelen. Ons uitgangspunt is dat wij ervan overtuigd zijn dat we met onze schaal en onze benadering de problemen en uitdagingen van onze gemeente aankunnen. Dat doen we niet altijd alleen. We doen dat ook vanuit een samenwerkende benadering met de omliggende gemeente om gezamenlijke uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Want die uitdagingen van die overheid die zijn zeer divers. De economische strategie, slimme mobiliteit, duurzaamheid, wonen, werken. Voorbeelden van zaken die we absoluut niet alleen op een Veldhovense schaal willen en kunnen aanpakken. Maar we hebben het ook over individuele persoonlijke zaken, zoals zorg, werktoeleiding, jeugdhulp, verenigingsleven en het economische klimaat voor de MKB-ondernemer of de DTI'st. En hierbij staat het persoonlijke gesprek juist voorop. Dat zien we duidelijk bij zaken die spelen rondom en in hun gezin. Zoals zorg,
kinderen, werk en eventuele schuldenproblematiek. Hier halen we als Veldhoven gelukkig een hele grote klanttevredenheid. Niet door juist alles over één kant te scheren, maar juist te werken aan het persoonlijke contact en daar de persoonlijke oplossingen te kunnen bieden. Dat vereist een gemeente die geloofwaardig, betrouwbaar en stabiel is. En aan al deze factoren kunnen we en willen we als Veldhoven voldoen. En we krijgen gelukkig dat ook terug van anderen. Als de gemeente daaraan niet meer kan voldoen, aan die geloofwaardigheid, betrouwbaarheid of stabiliteit, dan is structuurverandering zoals een fusie of een herindeling mogelijk een oplossing. Maar het idee dat je door een herindeling te maken krijgt met minder belangen, is naar mijn mening pertinent onzin. Belangen liggen niet bij organen. Belangen en zorgen liggen bij mensen. En als mensen hun belangen door herindeling zien verwateren of vervlakken, is dat dan het versterken van de democratie? Voor mij niet. De democratie is niet voorbehouden aan de politiek of politici. Demos is een vertaling van het woord, van het begrip volk. Daar ligt de basis, de kracht, de dromen en de verwachtingen. Samen zijn wij het volk en samen vormen wij de maatschappij waarin we leven. Ieder individu met een eigen rol en een eigen verhaal. Maar ook met een verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid om te investeren in elkaar, het met elkaar zorgen voor een mooier Veldhoven en een mooie wereld. Het gesprek, oprechte interesse in de ander kan ons daarbij helpen. Dat blijkt wel uit de verschillende verhalen op mensen van Veldhoven. Zoals bijvoorbeeld Gerard Koppers over zijn vrijwilligerswerk in de muziek en zijn betrokkenheid bij Echt Veldhoven Sluit Keels. Of Gart Snelders over UNA, Seelschrijfs geschiedenis en zijn betrokkenheid bij het monument van 17 september 1944. Maar ook grote indruk maakt het verhaal van Marianne van Kimmenade op mij. Die zich het lot van het gezin Jandiel, die tijdelijk als vluchteling op de Buitenjan verbleef, heeft aangetrokken en ze nu beschouwt als onderdeel van haar familie. Of Johanna van Laarhoven, die al heel lang met veel plezier in Dekker woont, waar mensen voor elkaar koken als er iemand ziek is. Zij zijn de voorbeelden van mensen die mij dagelijks inspireren. Laten we in deze tijd van meer vluchtigheid langer stilstaan bij elkaar en bij wat een ander beweegt. Ik mag u namens de organisatie, de Veldhovens Ondernemerscontact, Art for You, de bibliotheek, de Schalm, het slot en het gemeentebestuur een gezond 2017 toewensen. Maar ik wens u ook toe dat u uzelf aan 2017 een mooi hoofdstuk kunt toevoegen aan uw eigen verhaal. En dat we samenwerken aan meer geluk en voorspoed in onze prachtige gemeente met alle geweldige mensen van Veldhoven. Gelukkig nieuwjaar.